Om makkelijker in en uit de auto te kunnen stappen, is het handig om de stoel zo ver mogelijk naar achteren te zetten en de rugleuning een tikje naar achteren. En een plastic zak maakt het makkelijker om te draaien op de zitting. Als u uw rechter aangedane been een stukje naar voren wilt zetten, en de krukken mag u aan mij geven. Alsjeblieft. Dank u wel. En dan kunt u komen zitten. Hou goed vast aan de leuning, rustig op de stoel. Uw goede been kunt u zelf in bewegen en u kunt uw rechterbeen ondersteunen om zo in de auto te tillen. Bij het uit de auto stappen is het precies het omgekeerde. U ondersteunt uw rechterbeen met uw handen om het been uit de auto te draaien. En het linkerbeen volgt. Dan schuift u een beetje naar het puntje. U zet uw rechter aangedane been een stukje naar voren. En de krukken kunt u alvast aan de handen zetten. En dan kunt u zich met de handen goed afzetten om te komen staan. Als u de krukken omdraait, kunt u ze vastpakken. En dan kunt u een stukje gaan lopen.